Ja, hartstikke mooi feest voor Rotterdam. En het is ook heel goed, want we gaan een aantal investeringen doen, zoals het aanleggen van nieuw openbaar vervoer. En het zijn natuurlijk drie gebieden die midden in de stad, een beetje aan de rand van de stad liggen, die we daarna heel mooi kunnen gebruiken als bijvoorbeeld nieuwe woonwijken. Het klinkt als een kans die je moet grijpen. Op drie plekken in de stad wil Rotterdam over 9 jaar een wereldtentoonstelling organiseren. En dit is een van de plekken waar de landenpaviljoens straks komen te staan om hun hoogstandjes van innovatie en duurzaamheid te gaan presenteren. Rotterdam is voor en nu? Hebben we die Wereldexpo al binnen? Nee, zo snel gaat dat niet. Uiteindelijk is het ons kabinet die wel of niet in Nederland kan kandideren. En als het kabinet dat doet, dan duurt het nog tot 2018 voordat er een stemming plaatsvindt over waar precies de expo in 2025 op de wereld zal plaatsvinden. De concurrentie is groot, want ook Londen en Parijs zijn in de running. Maar geen van beiden hebben zich nog officieel kandidaat gesteld. En wie gaat dat feestje van 5 miljard betalen? Het is meer dan een feestje. We zouden deze expo niet in Rotterdam of in Nederland moeten organiseren, volgens mij, als het alleen maar gaat om een half jaar lang dat evenement. Wat veel belangrijker is, is de weg naar het evenement toe. En volgens de wethouder is het een win-win situatie. Het is een mooi evenement dat een vliegwiel is voor bedrijvigheid. Alleen de VVD die twijfelt daaraan. Nou, we hebben gezegd, waar gaat het over? En er is tot nu toe helemaal niet duidelijk wat de consequenties voor de Rotterdammers zijn als dit gaat gebeuren. Wat zijn de financiële consequenties? Wordt er alleen nog maar in buitenruimte geïnvesteerd in dit gebied? Moet daarvoor een brug worden aangelegd die vervolgens nergens nuttig voor is? Al die vragen zijn er nog steeds en we doen er wel een vraag bij dit kabinet om daar miljarden voor te verschuiven. En daar hebben wij vraagtekens bij. Eerst is nu het kabinet aan zet. En mocht Rotterdam die wereldtentoonstelling in de wacht gaan slepen, dan gaat het hier op de schop en dan zullen we het over 9 jaar hier niet terug herkennen.